Welkom bij een Soesterberg-update. We zijn hier op het Nationaal Militair Museum. Naast mij Mathieu. Mathieu, alles wat jullie organiseren, zowel een militair culinair als de tankshow, het is altijd een succes, hè? Ja, het is weer prachtig en we hebben geluk met het weer, want het zou gaan regenen. En kijk eens, we staan in het zonnetje. Wat wil je nog meer? Achter ons een van de evenementen, een van de groepen. Wat zien we op de achtergrond? Op de achtergrond zien we paarden, die staan centraal. En daarop staan ridders uit de late middeleeuwen, uit de 14e, 15e eeuw. Het is schitterend, we hebben net natuurlijk de Romeinen gezien en de Mongolen. En we krijgen straks een veldslag te zien uit de 19e eeuw. En zo gaan we steeds verder in de tijd en zien we wat voor rol de paard de velden heeft vervuld voor het leger. Want het paard was toen, het is eigenlijk de voorloper van de tank. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. En als je ziet hoe vaardig ze ermee omgaan, dat was best spectaculair vroeger. Absoluut, je moest er echt één zijn met je paard. Je kon echt je paard alle kanten in sturen wat je maar wilde als ruiter in die tijd. Ja, ja. En nu hebben ze natuurlijk toneelgezelschappen of andere groepen die dit gaan verzorgen. Wie doen er bijvoorbeeld allemaal mee? We hebben vanmorgen een opening gehad met de directeur met het trompettenkorps. Ja. We hebben allerlei mensen die in hun vrije tijd paardrijden en dit soort demonstraties geven. Dat, ja. En er zitten ook een aantal beroepsruiters bij, bijvoorbeeld van het ministerie van Defensie. Denk aan de ruiters die ook met Prinsjesdag de Gouden Koets begeleiden in hun mooie uniformen. Die komen straks ook nog optreden. Is nog niet helemaal vergeten, hè? Nee, nog niet helemaal vergeten. Het speelt geen rol meer op het slagveld, maar voor ceremoniële doeleinden wordt het nog gebruikt. En zelfs de mariniers gebruiken het nog als ze op missiegebied zijn. Dan kopen ze het lokale paarden en die gebruiken ze dan om hun spullen te vervoeren. Ja. En ik zie diverse soorten paarden, hè? Paardenrassen. Ja, dat klopt. Het paarden heeft zich natuurlijk ontwikkeld in de loop der tijden. Over het algemeen zou je kunnen zeggen, vroeger waren ze kleiner, tegenwoordig zijn ze wat groter. En het ligt natuurlijk ook aan de rol van je paard. Hè. Wil je een paard hebben waar je als ruiter op rijdt? Of heb je een paard wat een kanon trekt? Of heb je een paard die een grote wagen moet voortrekken? Het zijn natuurlijk allemaal verschillende soorten paarden die je nodig hebt. Ja. Die komen niet aan bod, hè? Bijvoorbeeld trekpaarden, dat soort dingen. Dat past niet in dit evenement, hè? Jazeker wel. Ja. We krijgen straks te zien in het volgende hoofdstukje het korps rijdende artillerie wat paarden heeft die kanonnen voortrekken. Oh, dus jenis, wat goed. Alle aspecten laten we zien. Ja. Ja, dames en heren, u mag ze een warm applaus geven, ook de commentator, de Kozakken. Nou, er zit weer een volle bak. Uit wie ze koker kwam dit eigenlijk, om dat te paard te gaan organiseren? Ja, dat is eigenlijk een algemeen in het museum een gedachtegoed. Altijd al geweest, al bij het bouw van het museum. We willen natuurlijk de moderne tijd laten zien, maar natuurlijk ook de oude tijd waar het allemaal vandaan komt. Heel goed. Ja. Want dat speelt ook een rol. Ja. En we proberen natuurlijk alle soorten publiek te trekken. En je kunt voorstellen, degenen die voor tanks zijn gekomen vorig jaar, dat is een ander publiek dan we nu voor de paarden hebben. Ben jij trouwens een paardenman? Nee, ik heb niks met paarden om op te rijden. Ik vind ze hooguit in een andere vorm op mijn bord, maar dat is wat anders. Dat is een leuke afsluiter. Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Mathieu, hartelijk dank. Graag gedaan. Voor jouw deskundig commentaar. Tot de volgende keer. Jij moet straks die kant weer op. Ja. Wat ben jij? Wat stel je, ga je nu voorstellen? Wat ga je zo meteen doen? Ja, ik ben een huzaar. Dat zie je aan de tressen op mijn korte jasje, de dolman, zoals dat in huzarentermen heet. En het is het uniform van het regiment Huzaren van Boreel uit 1813, net na Napoleon. Dus de bevrijding van Nederland periode. Dus 2 jaar voor de beroemde veldslag bij Waterloo, waar het regiment ook gevochten heeft. Dus, en vandaag gaan wij een demonstratie van onze vaardigheden geven. De militaire ruitervaardigheden uit die periode. Je staat te popelen natuurlijk om het te gaan doen. Dit is een originele outfit van toen? Ja, dit is
precies. Heel gedetailleerd. Een reproductie van het originele uniform uit die tijd. Volgens de voorschriften uit die tijd. Huzaar van Boreel. Ja. Fijne dag. Ja, dank u wel. Okay. Jij bent een marinier. Ja. Maar die waren er toch nog niet in 1800? Nee, maar dat komt zo allemaal. Ja, horen jullie bij het evenement? Dit is van vroeger tot nu, hè? Ja, al van vroeger tot nu. Precies. Maar ik had je helemaal niet gezien. Het is mooi, hè? Knap gaan. Dan liggen we toch goed. Ja, dat doen jullie goed. Dan doen we het goed. Ja, ja, prima, man. Het is dat jullie bewogen, anders heb ik het nooit gezien. Man. Kijk. Knap gedaan, jongens. Mooi, hè? Oké. Jo. Schitterend. Zie je die andere ook? Die zie je niet, hè? Jullie zo meteen doen? Wij gaan zo meteen laten zien wat de Rode Huzaren op het veld allemaal kunnen doen en verschillende doelen raken en ook in combinatie met vuur. Dat was ook gewoonlijk natuurlijk op het slagveld, dat de paarden gewoon daar ook niet voor mochten uitwijken en dat we daar tussendoor kunnen rijden. Verschillende formaties, verschillende wapentechnieken en drills zullen aan bod komen en onze speaker zal er ook meer over gaan vertellen zo meteen. Het wordt een dag, hè? Ja, absoluut. Want jij stond nog te kikken toen ze langs reden, die paarden. Ja, we zijn een team met z'n allen en we werken hier met z'n allen ook gewoon naartoe. Dus dan als het gewoon goed gaat en je ruiters die rijden zo mooi in formatie en met andere disciplines zoals de rijdende artillerie. Ja, dan is het gewoon een schitterend aanblik. Wat was dit? Dit was het korps rijdende artillerie samen met de Rode Huzaren. En jullie zijn hetzelfde? Wij zijn ook Rode Huzaren, maar wij zijn het grondteam. Het grondteam. We zijn deze demo voor de ondersteuning. Dit is hele mooie promotie, hè, voor het Utrecht landschap. Zeker, ja. Ja, want de mensen zijn hier op bezoek in het Utrecht landschap. Ja. En onderdeel van het Utrecht landschap. Want jullie beheren dit hele terrein, hè? Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Hebben jullie daar dan vaste mensen voor die overal verstand van hebben? Dat er niet verkeerd gemaaid wordt? Ja, we hebben natuurlijk de boswachter. Ja. Dat is de betaalde kracht. Ja. En verder heel veel vrijwilligers. Die zorgen voor het onderhoud, die zorgen voor de rondleidingen, die zorgen voor andere promotieactiviteiten. Ja. Want kijk, dat is natuurlijk het belangrijke van het Utrecht landschap, dat het opengesteld wordt voor het publiek, dat mensen ervan kunnen genieten. En daarom hebben we ook de fietsroutes en daarom hebben we de rondleidingen met de gidsen. We hebben de veldleeuwerik en die broedt dus op de grond en de landingsbaan is dus ook afgesloten.
tot 15 augustus. Oh, heel goed. Dus hij is nu, daar houden we rekening mee. Ja. Ja. Jij werd net gesouffleerd ja. door, zo te zien, een vrouwelijke Nico de Haan. Nou, ik ben bang dat dat een beetje tegenvalt. Ja? Ja. Jullie zijn geen baardmannetjes, hè? Nee, baardvrouwtjes. Ja. Alle vogels die geluid horen, die vliegen op. En die komen al of niet komen die in de motoren van vliegtuigen. Maar de veldleeuwerik, als die herrie hoort, die gaat dit doen. Vandaar hier een bijzondere kolonie veldleeuwerikken. En daar moet je zuinig op zijn. Daar moet je heel zuinig op zijn. En dat zijn we ook. Dit ziet er ruig robuust uit. Want jij bent een... Een ridder. Uit welke periode? Uit de 15e eeuw. 15e eeuw. Ja. En wat... Oh, dat is niet zo makkelijk, Dick. Dit is een steekhelm. Een gespecialiseerde helm voor het steekspel. En die zit met deze riemen vast aan het harnas. Dat is om de nek te beschermen. En het vizier is ervoor gemaakt om het gezicht te beschermen tegen een lans specifiek. Oh ja. Dus deze helm kan je niet gebruiken voor een zwaardgevecht, maar alleen maar voor het steekspel. Het is een soort sporthelm op een bepaalde manier. En die weegt een vermogen? Ja, ongeveer 7 kilo. Ja. Want ik vroeg net of je hem op wilde zetten, maar dat kun je niet alleen, hè? Nee, dat klopt. Dit is een helm waar echt absoluut hulp bij nodig is om hem op te zetten. Ja. Dit is ook niet de helm die ik straks in de demonstratie draag. Wat ik straks aan heb, dat is een veldhelm. Een helm die in oorlog gebruikt werd. Ja. En die kan ik makkelijk zelf op en afzetten. Ja. Dan nog even het zwaard. Of is het geen zwaard? Ja, dit is een zwaard, zeker. Dit is het eenhandige zwaard wat een ridder draagt. Want een tweehandig zwaard, dat kan natuurlijk niet. Hij is een beetje vies geworden van wat oefenen op kolen. Want dit is namelijk een echt zwaard, scherp, hetzelfde gewicht als het originele. En zoals te zien is aan de vorm, is het gemaakt om mee te snijden, maar ook om te steken. Dus ja, heel naar wapen. Wat was dat ruig in die periode? Nou, als je, op het moment dat je in een oorlog terechtkomt, zeker. Maar dat is nog steeds ruig. Dus in die zin is er niks veranderd, denk ik. En dan je benen en je knieën zijn ook beschermd? Ja, nou, dat is het enige onderdeel wat ik nu even aan heb. Ik ben van top tot teen in het plaatstaal gehuld. En dit is allemaal zo gemaakt dat ik makkelijk alle bewegingen kan maken. Ik kan vallen, opstaan, koprollen, rennen en paardrijden. En je valt kilo's af op zo'n dag, denk ik. Nou, als ik niet genoeg drink wel, ja. Maar ik moet er sowieso als met iemand met een harnas heel erg op mijn gewicht letten. Als ik wat te veel eet, dan moeten die kilo's er ook weer af. Want anders pas ik er niet meer in. Heb jij net gevochten dat je het allemaal schoon moet maken? Het is nog veel erger. Ik had het verkeerd opgeborgen, dus het roest. Dus ja, ik had gevochten vorige keer en het kwam er roestend uit. Dus dan maar schoonmaken. Ja. Maar dat gaat vrij vlot, hè? Het is, ziet er alweer glimmend uit. Ja, en toch? Oh ja, dat zijn beschadigingen. Ja. Wat is dat voor een onderdeel? Dit is een kuitstuk. Kuitstuk? Ja, okay. Dus hij gaat op deze manier weer om. En wat voor materiaal? Staal. Ja. Niet roestvrij zoals je ziet, nee. Maar wel gehard. En is dat, hoe wordt het dan op maat gemaakt? Ja. Of, ja, echt dus, letterlijk. Serieus? Ja, echt van voet tot hoofd, alles op maat. Jij zou uitleg geven aan, dit is jouw zadel? Nee, dit is zijn zadel. Ja. Ik kan hier niet in, kan ik je bij deze vertellen, want de zadels worden ook op maat gemaakt. Oh, die worden ook op maat gemaakt? Ja, voor ruiter en voor paard. Ja. Ik pas niet in deze. Nee. Materiaal? Nee. Hout. Hout. De basis is hout. Ja. Leer eroverheen voor grip, stukje bescherming. Metaal er tegenaan, echt voor bescherming. En dit is, je zit zo, hè? Je zit met je neus die kant op, okay. Je kont die kant op. Ja. En hij zorgt ervoor dat hij hier de boel goed vasthoudt. Juist. En dat je kroonjuwelen beschermd zijn. Ja, dat is belangrijk, want ik heb ervaring met dat soort dingen, ja. Wij ook. En de onderkant is vilt, zie ik? Ja, het is een stuk vilt en een stuk padding. En dat is de reden waarom ik dit zadel pak. Ja. Dit zadel is het meest correct. En Louis zwaar. Ja, Louis zwaar. Appatee. Hou vast. Ik doe het wel even zo. Appatee. Aan de binnenkant is het allemaal leer. Ja. En een stuk filter padding er ook nog bij. Juist. Ja.
De bouw is over het algemeen redelijk hetzelfde, want we gebruiken alleen maar barokke paarden. Dus is het zadel afhankelijk van het paard? Ja, maar dit zadel past ook op een van onze andere paarden. Okay. Ja. Hier hebben we het ouderwetse systeem waarbij die helemaal om het paard heen grijpt. Ja. Want we zitten er met een groot gewicht in en we krijgen klappen waardoor we naar achter geduwd. Dat zag ik net al bij de demonstraties. Ja. Ja, dus dat houdt dit allemaal tegen. Je ziet naarmate we steeds dichter bij onze tijd komen, gaan deze achterste stukken die schuiven omhoog. En de voorste stukken schuiven omhoog en dan krijg je de Eerste Wereldoorlog. Ja. En de Napoleonten en dan zie je opeens alleen maar twee houten balkjes, maar nog steeds hout. Ja. Twee houten balkjes, die gaan links en rechts van de ruggengraat, zadel eroverheen gebouwd en wij noemen die dingen UP's. En die liggen inderdaad een heel eind de stal in, maar die liggen daar ook. Ja, ziet er steeds moderner uit. En vanuit dat punt zijn ze steeds moderner geworden en tegenwoordig vinden we het nodig om zonder, wat wij dan noemen, een boom te rijden. Ja. Wou je een Romein zadel zien? Een Romein zadel nog? Oh, dit ziet er heel anders uit. Ja. Dit is een stuk, ja, dit weegt bijna niks, of wel? Dit weegt helemaal niks, nee. Nee. Nee, deze heeft twee houten, wat wij dan noemen bomen, met een boogje van hout. Hier zit hout onder. Ja. Meest opvallende onderdeel, geen stijgbeugels. Ja, oh, dat zei je net, ja. Dat zonde zijn. Dit zijn zonder stijgbeugels. Jullie zijn een vereniging, of een kun je heel stichting. Goed, een stichting. Ja. Even de naam. Stichting HEI. H-I-I-E. H-E-I, Historisch Educatief Initiatief. Dat wilde ik weten. Nee, maar worden die nu speciaal nog gemaakt eigenlijk? Voor, ja, hè, dat moet haast wel, hè? Want die zijn niet meer... En die worden dan continu gerestaureerd of aangepast? Iedereen... Uiteindelijk, als je dit fanatiek gaat doen, dan zorg je ervoor dat je je eigen helm helemaal op maat laat maken. En dan blijft het perfect. Ik denk dat ik geen Romein ben, hè? Nee, dat doe maar bij mij dan. Oh, dat ga je leuk vinden. Ja, is dit een goede... Ik weet niet hoe groot je hoofd is. Perfecte maat. Nou, mooi had het niet kunnen doen. Staat je goed? Oh. Lieve kijkers, naast mij de jongvrouw. En ik, nee, ik ben geen ridder, hè? Nee, jij bent geen ridder, je bent een Romein. Ik ben een Romein, nou, dat ben jij een Romeinse. Deze paarden zijn gewoon bijna twee keer zo groot als die dingetjes van Genghis Khan en zo, hè, met die dingetjes, die kleine paardjes. Ja, we hebben grote paarden nodig. Ja, grote paarden nodig. Ja, indrukwekkend zijn ze dan, hè? Ja, dat werkt, hè, op het dat publiek. Dat werkt, ja. Zeker, ja. Jullie moeten dit bijhouden natuurlijk, jullie hebben net opgetreden. Hoe gaat het in zijn werk? Moeten jullie maandelijks trainen en bijhouden, bijscholen? Ja, we hebben één keer in de twee weken doen we sowieso bijhouden. Ja. En dat is op verschillende brigades door het hele land heen. Ja. Wij als Marche C zijn helaas zonder paarden. Ondanks dat we een bereden wapen zijn, hebben we geen eigen paarden meer. Nee. Dus die mogen we gebruiken van de politie. Helemaal fantastisch. Ja, heel goed, ja. Dus we mogen ook politielocaties mogen trainen, zoals in Bokstel, Amsterdam, Den Haag, Nunspeet. En dan gaan we minimaal één keer in de twee weken gaan we daar trainen. En elke woensdag hebben we nog... Hij wil ook even wat kwijt. Wil je wat vragen? Ik denk dat hij heeft nog niet de stoom afgeblazen van zijn oefening net. Dus... Maar dan, ja. Krijgen jullie dan, krijgen jullie dan een eigen paard? Mag je dat uitzoeken of wordt het gewoon toegewezen? Wordt toegewezen. Ja. Ja, vanuit de politie, want die weten ook het rooster van de paarden. Want de paarden hebben natuurlijk ook gewoon inzet met de politie zelf. Ja. En op het moment dat er een paard gereden mag, moet worden, dan krijgen wij die toebedeeld. Oh, dat heet een koolbak, hè? Het is een koolbak. Ja, mijn vader heeft ook bij de Koninklijke Marechaussee gewerkt, 40 jaar. En die kwam dan ook af en toe thuis, maar die was in de vorige generatie met zo'n witte helm. Dat werk allemaal. Van tot zover kan je hem... een koolbak heet dit. Dit heet een koolbak, voor ceremoniële toegang? Dit is puur voor ceremonieel, ja. Ja. En die blijft goed zitten, ondanks dat je dan... ze zijn op maat sowieso. Ja. Maar hij moet gewoon lekker zitten, want als je na een lange rit, zeker in de hitte, lang zit, dan zet je hoofd uit. En je kan er natuurlijk niet aan zitten frutsen tijdens de rit. Dus je moet wel zeggen dat hij bij het begin iets ruimer zit. Maar dat is een kwestie van wennen. We hebben net die razendsnelle paardjes zien optreden. En daar zat jij ook op, Genghis Khan in die periode met de Mongolen. Dat waren krijgshaftige, dappere strijders, zeg. Mijn hemel. Nou, eigenlijk is dit een uitvloeisel van Genghis Khan. Genghis Khan die heeft gezegd, als er vrede is, dan mogen mijn soldaten geen wapens dragen. Dan kan ik ook geen opstanden krijgen. Nee. Heel slim. Ja. Maar ze moesten natuurlijk wel geoefend blijven. Ja. En heeft hij allerlei spelen voor ontwikkeld. Waaronder dit spel. Ja. Waarbij je dus eigenlijk de agiliteit, de gewichtheid van de ruiters, de soldaten, gewoon traint. Ja. Je gaat erachteraan,
je probeert wat te pakken. En de rest probeert weer van je af te pakken. Het is van 1 op 100 dat je zit. En daar mogen zweepen bij gebruikt worden. En die worden op het ogenblik nog versterkt met loodpuntjes. En met houtfietskettingen. Oh, en ze hakken gewoon op elkaar in. In Rusland spelen ze zelfs met stalen helmen op, omdat het te gevaarlijk is. Het moet er zo echt mogelijk uitzien. Echt mogelijk uitzien. Wow, ja. Ja, en dan is het dus imiteren, bijvoorbeeld een wolf afslachten. Ja. Dus net zo lang vermoeien tot je hem dood kan slaan. Ja. Maar je zou kunnen zeggen, het is een bruidsroof. Oh, ja, dat kan ik ook niet doen. Ja. Oh, dat is spannend. Ja, dus dat is ook allemaal weergekomen. En ik was in Afghanistan en ik had er wat van gelezen. En ik heb er later een boek over gekregen. En toen zeiden ze hier van, ja, Genghis Khan, je moet een spelletje hebben. En toen zeiden ze, nou, dit spel kunnen wij nog doen, de Bugazi. Alleen, we zijn maar met een armzalig aantal. Want gisteren heb ik mijn paard weg moeten sturen, want die ging niet meer. En nu is die zwarte, die mag niet meer meedoen, want die wordt gewoon zenuwachtig ervan. God. Die paarden heel wat gewend zijn, hoor. We moeten rijden met optocht en alles wel mee. Dus dat is het niet, maar dit zweept op een of andere manier op. Ja, wat ze, maar dit is natuurlijk wel vermoeiend ook voor ze, want jullie zitten er continu op. Ze moeten dus optreden, het publiek zit er omheen. Dat is niet de omgeving die ze gewend zijn, of wel? Nee, helemaal niet. En als je dus, polo is ook zoiets, maar bij een polo heb je altijd wel 3 of 4 paarden. En in Afghanistan hebben ze dat ook. Ja. Dus dat je dus met van paarden wisselt. Ja. Want het spel wordt gespeeld met tussen de 10 en 100 mensen. En het duurt soms meerdere dagen. Ja, dus ja, oké, dan moet je er wat mee doen. Ja. Maar het is een grote eer in Afghanistan als je dit klaar krijgt. Dat je dus zo'n spel mee mag maken. Vrouwen mogen er niet bij zijn, hoor. Geen vrouwen? Nee. Zo schandaal, zegt de vrouwen mogen niet meedoen. Ach, verschrikkelijke man is het, echt waar. Het kan toch niet? Nee, we doen gewoon mee. Ja, heb je geprotesteerd? Nee, dat doe ik gewoon stilletjes. Ik denk van, houd je mond, ik doe gewoon mee. Klaar. Een dappere vrouw. Precies. voor deze paarden moet je hebben die snelle sprintjes kunnen trekken. Ja. En dus ook nog heel bewegelijk zijn. En dat ook willen doen. Maar je zag bij ons bijvoorbeeld, dat op een gegeven moment moesten ze dus die geit helemaal niet meer hebben. Want ze zeiden, wat is dat voor raar ding? En dan moet ik weer iets vreemds doen. Wat doet een herdershond hier op te paard? Ja, dat is voor mijn baas. Die moet mee. Je kan niet meer thuis blijven. Ja, hij vindt die hartstikke leuk met alle paarden. En ja, hij is wel bang voor paarden, maar mensen vindt hij fantastisch. Ja. Dus ik ben mijn polo club Midden-Nederland. Ik denk niet dat je het helemaal... Oh, daar is hij. Ja. Goeie bal daar weer richting Lisa. Kort shot. Gaat ze voor nummer 2? Gaat ze voor nummer 2? Oeh! Ja! Oh, je mooie score. Ja, ze hebben het nu gevonden. Het euvel is boven en ze hebben de oranje oorlogsmachine in de tang. Hop, daar gaan we weer naar de overkant. En in één keer, hij was goed. Het is 5-3. Ik weet niet wat er gebeurt. In 3 minuten, 3 scores voor wit. Dus zo zie je, polo heeft alles in zich. Het blijft spannend tot de allerlaatste seconde. Jij bent met haar samen, doen jullie het zadelen en het het groomen borstelen van de paarden. Ja. Ja. Polo is hier, wordt dan hier aan de overkant gespeeld, zag ik. Ja, klopt. Doen jullie zelf ook aan de sport? Nee, wij trainen alleen de paarden. Dus spelen niet, nee. Ja. En zijn het, wat voor ras is dat? Die hele grote ook zeker? Nou, het is een kruising tussen volbloed en een speciaal Argentijns ras. Ja, geschikt dus voor die sport? Ja, zeker. Ze mogen niet te groot zijn natuurlijk. En het moeten goede paarden zijn die snel kunnen rennen en ook gewoon 7,5 minuten kunnen spelen. En waar komen, En waar komen jullie vandaan? De meeste komen dan... Het is een Argentijns ras, maar ze komen voornamelijk uit Spanje en Frankrijk. Er wordt nu ook best wel veel gefokt. Maar de meeste hebben ze toch wel dan uit Spanje of Frankrijk of Argentinië zelf. Een beetje de warmere landen.